In de Luminus Arena speelt Excelsior al de derde oefenwedstrijd in deze voorbereiding. Zonder publiek, maar wel voor het eerst met media. En alle protocollen worden uiteraard gehanteerd, ook in België. En dus komen de spelers van Genk en Excelsior afzonderlijk van elkaar het veld op. De TOS gaat wel, zoals we gewend zijn. En dan kan er gevoetbald worden in Genk. De thuisploeg opent furieus. Goeie bal van Casper de Norre. De voorzet komt daar voor de voeten van Bongonda. En die schiet al raak. Heel vroeg 1-0 voor de thuisploeg voor Racing Genk. Naar de voorzet van Limbombe. En Genk begon echt furieus aan het duel tegen Excelsior. Een paar minuten later de prachtige redding van Dame op het afstandsschot. Anders had het al 2-0 geweest. Genk speelde het afgelopen seizoen in de Champions League. Onder meer Real Madrid kwam langs in Noord-Limburg. Na een kwartier ongeveer zien we Excelsior voor het eerst met Stijn Meijer uit een kopbal met de vrije trap van Luigi Bruins. Die ooit stage liep toen Mario Been trainer was, maar uiteindelijk geen contract kreeg in Genk. De thuisploeg weer met doelpuntenmaker Bongonda. Die wordt gevloerd door Abakane en de bal gaat op de stip. En diezelfde Theo Bongonda schiet met links de bal binnen. En zo staat Excelsior al vroeg op een 2-0 achterstand. Vorige week speelde Excelsior tegen Antwerp. Toen werd het 2-2. Maar dit Genk is toch van een ander kaliber. Ziet Marinus Dijkhuizen. Die het stokje overnam van Ricardo Moniz. Die ontslagen werd in januari. En de thuisploeg bleef maar doorrazen in de eerste helft. Waar Excelsior blij mocht zijn dat het slechts 2-0 was. Hier weer een hele grote kans. En het is Ormond de Otterwil die definitief over is gekomen van Dordrecht. Die ervoor zorgt dat het niet ook 3-0 nog wordt. Na de inzet van Duomo. Veel werk aan de winkel dus bij Excelsior. In de tweede helft zien we toch wel een ander Excelsior. Veel nieuwe namen bij beide ploegen. De hoekschop was van Mendes Moreira. En die omhaal hiervan invaller Omarsson. Die raakt wat geblesseerd. En terwijl Marinus Dijkhuizen nog wat voetert tegen de scheidsrechter, is daar de counter. Cyril Dessers, overgekomen van Heracles Almelo, de grote man. Moet hij worden in Genk. Maar hij schiet hier over, kwam als invaller in het veld. En dan in de tweede helft dus wat meer Excelsior. Hier wordt het van afstand geprobeerd door Julian Baas. Dat is niet eens zo'n gek schot. Metertje naast het doel van de keeper Vukovic. En dan wordt Omarsson ingespeeld door Horemans, de Belg. Omarsson heeft wat ruzie met de bal. Maar je ziet hier aan de strijklus met Mendes Moreira dat Excelsior in de tweede helft er echt voor gaat. En het is hier Joel Swartz. En een kans, de bal gaat weliswaar over. Maar Excelsior kwam steeds meer in de wedstrijd. Hier gaat Genk in de fout, mag Excelsior door. En een prachtige treffer hier van Elias Mar Omarsson. Bezig aan zijn derde seizoen in Kralingen. De IJslander blijft toch erg cool. En zo is het 2-1. Maar in dezelfde minuut is het alweer 3-1. Neto Borges, de linksback die zoveel mee opkomt. Met de 3-1 voor Racing Genk. En dan is de marge weer 2. Dan een hoekschop. En dan de grote kans hier. Uiteindelijk. Voor Cyril Dessers. Vorig jaar kreeg hij ze makkelijker in de Eredivisie bij Heracles Almelo. Maar hier is hij zoekende. Wel van de lijn afgehaald. Maar het doelpunt van Dessers komt er uiteindelijk toch. De snelle Pijnzil is veel sneller dan Horemans. En Cyril Dessers met zijn eerste treffer voor zijn nieuwe werkgever Racing Genk. 4-1. Ja, Alexandro Dame die goed keept om moedeloos van te worden. En Excelsior blijkt hardleers. Even later kan namelijk weer die snelle Pijnzil worden weggestuurd. En weer staat Horemans te slapen. Ja, of komt hij gewoon kwaliteit tekort om die speler af te stoppen. Gelukkig schiet Pijnzil de bal naast. En blijft het 4-1. Excelsior verliest de eerste oefenwedstrijd in deze voorbereiding. Na een makkelijke overwinning op CKC. Een gelijk spel bij Antwerp. Verliest Excelsior dik. Maar de komende weken oefent Excelsior nog veel vaker. FC Utrecht is volgende week bijvoorbeeld de tegenstander. En eind augustus gaat Excelsior beginnen aan de competitie.